Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplaza.nl. Er waren vandaag grote verschillen in het land. In de grote van het land bleef het droog, maar zoals je op deze radarbeelden ziet, in Zeeland en later ook in het westen van Brabant en, en zuiden van Zuid-Holland viel af en toe wat lichte regen en motregen. In de rest van het land een mix van wolken en zon, waarbij de bewolking gaandeweg de dag oploste. Die regen heeft te maken met een lage drukgebied boven het kanaal, zorgt daarvoor zeer slecht weer. Veel wind ook. En uh, ja. Langdurige regenval. Dat regengebied zal eerst over Nederland trekken. Dat was de verwachting van een aantal dagen geleden. Maar zoals we vandaag allemaal gemerkt hebben... We hebben mazzel. blijft hooguit bij het uh, zeeland steken. De rest van het land droog. En als we dan kijken wat er verder gaat gebeuren... Dan zien we dat de luchtdruk begint te stijgen. 1004 was die vanmiddag. 1015 is die morgen in de loop van de dag. En de 1020 bereiken we morgen tegen de avond al... En als we dan naar de vrijdag gaan, dan zien we dat de luchtdruk nog verder stijgt. Er komt een hoge drukgebied te liggen boven Denemarken en het zuiden van Zweden, die zorgt voor een oostelijke wind en daarmee voor aanvoer van droge lucht. Regengebieden zijn ver van ons verwijderd. Voorlopig wordt het dus droog weer. Of het ook altijd even zonnig zal zijn is nog een beetje de vraag. Soms waait de wind een beetje uit de noordoosthoek en soms wat meer uit de Oosthoek, dat is nog een klein beetje onzeker, maar vanuit beide regio's kan er laaghangende bewolking richting ons land stromen. Die laaghangende bewolking die zorgt dan natuurlijk voor grijze omstandigheden en veel lagere temperaturen dan wat we zouden hebben als de zon volop zou schijnen. Maar goed, dat is allemaal voor overmorgen en het weekend. Eerst beginnen we met vanavond. Vanavond hebben we nog die mengeling van wolken en opklaringen. Denk dat het dan overal droog is en de temperatuur ligt halverwege de avond rond de 4 graden. Die koude zuidoostenwind die we vandaag hadden, die waait vanavond ook nog, maar in de nachtelijke uren begint de wind af te nemen. Het koelt dan ook behoorlijk af, naar plus 2 tot min 2, lokaal min 3 graden. De kans op mist en gladheid is erg klein. Morgen overdag, flinke zonnige periode, ook nog een paar wolkenvelden, maar het zijn vooral hoge wolkenvelden, net als vandaag, waar de zon nog best aardig doorheen kan komen. De meeste wolkenvelden verwacht ik in het westen en noordwesten, de meeste zonneschijn in het zuidoosten en noordoosten. En zoals je ziet, temperaturen 8 tot 10 graden en de oostelijke wind is 2 tot 3 bijvoorbeeld, betekent dat het heel rustig weer is. Morgen dus geen lage gevoelstemperaturen. En kijken we dan wat verder vooruit, nou, dan zien we in ieder geval dat de paraplu voorlopig niet meer nodig is... Op vrijdag zonnige periode, op zaterdag flink wat zon en op zondag ook weer zonnige periode. Steeds dat addertje onder het gras van dreigende bewolking vanuit Duitsland, maar daar ben ik vooral op vrijdag bang voor. Zaterdag lijkt die kans wat kleiner. Temperatuur is middag zo tussen de 8 en de 11, 12 graden. In de nachten daalt het kwik steeds tot iets onder het vriespunt. En dan kijk ik ook nog even naar volgende week. Beginnen we met de regenkansen. En die zien er als volgt uit. Een strakke lijn tot en met de vrijdag. En daarna komt er pas weer wat leven in. Dus ook volgende week, lange tijd droog weer volgens deze verwachtingen. En welke gevolgen heeft dat dan voor de temperatuur? Nou, daar zie je grote uitslagen. De nachttemperaturen zijn laag rond het vriespunt. En overdag komt het kwik vaak rond de 10 graden uit. Misschien in de loop van volgende week zelfs nog wat hoger. Dat hangt nog even van de hoeveelheid bewolking af. Hoe dan ook, voorlopig dus droog weer. Maar wel met koude nachten en overdag temperatuur rond 10 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl